De emissiehandel is dramatisch teruggelopen de afgelopen jaren. Niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Als we ons even tot Europa beperken, kan je daarvoor twee oorzaken aanwijzen. De eerste oorzaak, de economische crisis, waardoor er minder wordt geproduceerd, minder CO2 wordt uitgestoten, wat op zichzelf natuurlijk goed is, maar waardoor er ook minder emissies nodig zijn, emissierechten nodig zijn om de uitstoot te compenseren. Structureler van aard is waarschijnlijk het vastlopen van de internationale onderhandelingen over een nieuw Kyoto-protocol. De bedoeling was dat er zo'n akkoord zou zijn al jaren geleden, 2010, 2011, want eind dit jaar loopt het Kyoto-protocol af en daar moet een nieuw framework voor komen. En zolang dat er niet is, heeft de industrie, heeft het bedrijfsleven geen zekerheid waarop zij een emissiehandel kunnen bouwen. Ik denk dat het positieve resultaat minder emissies, dat het een tijdelijk effect is. Want straks als de economie aantrekt, gaat men gewoon weer doorproduceren op de oude manier en komen al die oude emissies weer terug. Dus er is geen structurele vermindering in. Voor de tak van sport van emissiehandel zijn de gevolgen dramatisch. Want bij gebrek aan voldoende werk zie je dat iedereen die zich met emissiehandel bezig heeft gehouden de afgelopen jaren, zich terugtrekt uit de markt. Investeerders verlaten de markt, handelaren verlaten de markt, die gaan weg bij banken, banken sluiten handelsafdelingen, overheden die trekken zich terug. Ook in mijn tak van sport, de advocatuur, er zijn veel advocaten die zich op dit onderwerp hebben gestort. Maar als er geen werk meer in is, dan gaat men andere dingen doen. Dus er vindt een brain drain plaats op dit moment. Wat is de rol van China in dit geheel? De rol van China, tweeledig. Ik denk dat China op het gebied van onderhandelingen binnen het internationale United Nations aspect niet zo actief is als ze zou kunnen en moeten zijn. Aan de andere kant wordt van China wel eens gezegd dat het iedere paar dagen een kolencentrale bouwt en niet echt meedoet aan maatregelen tegen climate change. Dat beeld wil ik enigszins nuanceren. Want er is geen land wat op dit moment zoveel investeert in renewable energy, het zoeken van nieuwe energiebronnen, als China. Ik denk dat het dat om twee redenen doet. Ten eerste ziet China in dat het eindeloos uitstoten van schadelijke stoffen, dat dat ook voor China uiteindelijk een veel duurdere optie is dan nu al investeren in schonere productiemethoden. Ten tweede denk ik dat China met de enorme energievraag die ze heeft, gewoon haar aanbod wil diversificeren. Dan is onze hoop maar gevestigd op de Verenigde Staten, lijkt me. Ja, die hoop is al jaren op de Verenigde Staten gevestigd. Helaas, je kent de politieke realiteit in Amerika. Deze president wilde graag iets aan climate change doen, maar de politieke realiteit is dat met dit congres kansloos is, wat beheerst wordt door conservatieve democraten en de republikeinen. Dus dat plan is in de ijskast gezet. Ik denk dat de hoop een beetje is dat deze president een tweede termijn krijgt. En dan wellicht in de nadagen van zijn tweede termijn alsnog climate change regels door het congres wil proberen te loodsen. Maar om de infrastructuur en de brain drain niet helemaal plaats te laten vinden, wat voor beleid kan er gevoerd worden, bijvoorbeeld door Nederland of in Europa? Nou, Europa zou een aantal maatregelen kunnen nemen om toch die emissiehandel weer nieuw leven in te blazen. Waardoor er meer handel gaat plaatsvinden en waardoor meer mensen daar gewoon een boterham aan kunnen verdienen. Hoe dan? Nou, als er weer handel komt, als er weer mogelijkheden zijn om te handelen in emissierechten, dan heb je weer die handelaren nodig. Dan heb je weer adviseurs nodig, verificateurs, accountants, juristen, noem maar op. Maar dan moet er wel eerst weer een markt worden gecreëerd. En daar is de overheid voor nodig.